Streekvereniging De Zuidrand is met iets nieuws uitgekomen. Het culinair bonnenboekje. Dat is ook handig tijdens de Week van de Smaak van 17 tot 27 november. Wat is dit nu juist, het bonnenboekje, en hoe werkt het? Dat legt ons voorzitter van Streekvereniging Zuidrand en ook tevens burgemeester van Kontich, Bart Zeldeslags, ons graag even uit. Vertel eens Bart, jullie hebben iets nieuws, het culinair bonnenboekje. Wat is dat juist? Kun je daar wat meer toelichten? Ja, we hebben samen eigenlijk met heel wat culinaire ondernemers, en dat is eigenlijk in de ruimste zin van het woord te bekijken, zijn we samen aan de slag gegaan. Allemaal ondernemers vanuit de Zuidrand. We zijn gaan samen zitten en we hebben eigenlijk een heel nieuw concept bedacht in het kader van de Week van de Smaak. Dat we zeggen van kijk, we gaan werken met bonnenboekjes. Hè. Dat is eigenlijk een beetje traditioneel, zoals mensen dat vroeger gewoon waren. Nu heb je heel dikwijls digitale kaarten, maar dit is echt nog een vintage bonnenboekje dat je kan doorbladeren, maar je kan eens snuisteren en je hebt eigenlijk lekkere dingen kan ontdekken, dat je natuurlijk in een app veel minder kunt. En hier kan je in kijken en als je dan iets koopt, krijgt iedereen, afhankelijk van bij welke leverancier het is, een leuke korting of iets leuks extra mee. Je zei het al juist, de Week van de Smaak, wanneer begint die juist? Wanneer is die juist? Ja, dus de Week van de Smaak is van 17 november tot 27 november. En het is eigenlijk een beetje in heel Vlaanderen zijn er heel veel activiteiten. Vandaar dat we hier ook hebben opgenomen. En eigenlijk op een heel leuke manier. Je kunt heel wat leuke lokale gerechtjes eten in lokale restauranten. Maar natuurlijk kan je ook heel veel lekkere dingen kopen. Dat kan gaan van een gin, dat kan gaan van lekker vlees, maar ook een chocolaatje, biertjes. En dat vind je ook allemaal terug in je bonnenboekje. Ja. Het is ook een gevarieerd aanbod. Kunt je daar wat meer uitleg over geven? Jawel, dus we hopen ook dat we dat kunnen uitbreiden. Dus het is de eerste keer dat we dat doen. Ik ben eigenlijk al heel blij met het resultaat. Bijna uit iedere gemeente zijn er mensen die meedoen. En het is zowel voor als je op restaurant wilt gaan, maar ook zeker als je mensen een cadeautje wilt geven. Of zelf eens proeven natuurlijk. En het gaat dan echt wel van chocolaatjes, heel veel lokale biertjes. Maar ook van speciale vleesbereidingen tot lekkere natuurlijke honing. En zo is het in iedere gemeente voor elk wat wils. En zeker natuurlijk ook de lekkere restaurantjes waar je dan altijd een extraatje krijgt met je bonnenboekje. Goed, we gaan eens even kijken in het bonnenboekje. Oké. Okay. Lekker biertje. Bart, voor de kijkers thuis, kun je nog eens uitleggen wat dat juist Toerisme Zuidrand is en wat jullie eigenlijk allemaal zo wat doen? Ja, eigenlijk zijn we een samenwerking tussen de verschillende gemeentes van de Zuidrand. We hebben handen in elkaar geslagen, wat zeggen van kijk, kunnen samen veel meer. En samen met de Zuidrand, die we dan hebben opgericht, gaan we elkaar activiteiten in de kijker zetten. En zo proberen we eigenlijk veel grotere bereik te krijgen bij de mensen. En dus eigenlijk in onze Zuidrand altijd wel overal iets te doen. Hè? Dus dat in de eerste plaats. Zo hebben we de zomerbrochure gehad die we ook in de zomer uitgeven. Alle activiteiten in de Zuidrand. Maar ook nu proberen we daarop in te spelen. We hebben ook een heel leuke wandelingen, we hebben fietsroutes. Want als je kijkt, daar hebben eigenlijk de Zuidrand hebben wij eigenlijk heel wat te bieden. We zijn niet alleen een hele mooie streek waar je kan gaan wandelen en fietsen, maar eigenlijk heb je ook heel veel culinaire ondernemers. We hebben heel wat streekproducten en we proberen die streekproducten ook samen aan de man te brengen. En we zien dat er ook een heel groot succes is. Hè. Als je dat kijkt, heel wat mensen vinden het heel leuk als ze ergens naartoe gaan om iets mee te nemen, echt van hun dorp. Want dat is ook een heel verhaal dat ze kunnen vertellen als ze bij de mensen komen. En dan is het niet meer gewoon die gemeente zoals Kontige, Erik of Lint, maar dan eigenlijk ineens een gemeente met een heel leuk verhaal erachter dat je samen kan proeven, samen kan beleven en samen van kan genieten. En dat proberen we samen met de streekvereniging op in te zetten. En het meeste info van de streekvereniging vind je op jullie website? Ja, ik denk meer en meer proberen we natuurlijk online te communiceren. Het is al een tijd voor iedereen beschikbaar. Buiten natuurlijk, als we zo een keer een leuk extraatje hebben als nu, het bonnenboekje. En dat bonnenboekje vind je bij alle deelnemers en ook aan alle gemeentebesturen en openbare gebouwen. Kan je er wel aan komen. En dat kan je lustig doorbladeren. En vandaag eet je daar iets lekkers en morgen ergens anders. Goed, Bart, voorzitter, hartelijk dank voor dit interview. En we wensen jullie nog veel succes toe. Hartelijk dank.